Goedemorgen. Gisteren hebben we een meeting van de Fed met een veelverwacht commentaar over het toekomstige monetair beleid van de Fed. 10 jaar na de crisis mag de Fed uiteindelijk haar monetair beleid normaliseren. Deze keer is het uiteraard een stuk meer dan gewoon de rente verhogen. Het gaat ook over de balans van de Fed verkleinen. Deze balans is de voorbije jaar tot een bedrag van 4.500 miljard dollar geraakt. Gigantisch hoog. 25% van het Amerikaanse BBP. En de bedoeling is dat vanaf oktober nu te reduceren. Het gaat inderdaad een impact hebben op vastrennende markten. We kunnen hiermee verwachten dat de rente zullen stijgen in de komende weken en maanden. Ook belangrijke punt van gisteren is dat de Fed eigenlijk heeft al gewaarschuwd voor een bijkomende rentestijging nog dit jaar, eind 2017, en mogelijk nog 3 volgend jaar. Dus de Fed heeft duidelijk gezegd dat ze vinden dat de economische omgeving eigenlijk gezond genoeg is om verder te gaan met hun monetaire normalisatie. Voor beleggers dat betekent dat na 30 jaar, 35 jaar bijna van stijgende markten op vastrennende markten, dit is misschien het begin van de einde. Dus die zullen wat flexibeler moeten zijn op vastrennende markten om bescherming te zoeken tegen oplopende rente. Dat kan men doen met name onder andere via krediet, via schulden van opkomende markten en dit soort instrumenten die een korte duratie hebben en een hogere koepel. Al bij al is het een teken dat het goed gaat met de economie, dat de Fed uiteindelijk zijn inderdaad renteniveau terug op een normale niveau kan plaatsen, wat ook interessant is voor de toekomst mochten we dus een nieuwe recessie meemaken. Bij deze wil ik u nogmaals bedanken voor jullie aandacht.